Hey, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe handig video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een field test uitvoert op je Android toestel. Vorige week had ik al een filmpje gepubliceerd waarop ik dat op de iPhone liet zien. Maar we kregen heel veel vragen om dat ook even te laten zien op Android. Op iPhone moest je een bepaald nummer bellen en dan kon je dus zien hoe sterk jouw signaal was. En zo kun je dus kijken waar het signaal het beste is. Vandaag ga ik het laten zien op de Android. Maar voordat ik dit laat zien, wil ik je even vragen of je al bent geabonneerd. Zo niet, doe dat dan eventjes. En dan gaan we nu meteen snel door naar de tip van de dag. Op het Android toestel open je eerst je instellingen. Dat heb ik alvast opengezet. En dit is op een Huawei toestel. Dus dat kan er ietsjes anders uitzien op een Samsung, maar het komt op hetzelfde neer. Bij de iPhone moest je een nummer bellen en dat hoeft bij de Android niet. In dit geval ga ik helemaal naar beneden toe. En dan heb ik hier informatie over de telefoon. Nou, daar gaat het om. Daar druk ik op. Dan kom ik bij verschillende kopjes weer. En je wilt op zoek gaan naar status of netwerkstatus. In dit geval is het status. Op status. Als hij hier dan nog niet bij staat, zoals bij mij het geval is, dan heb je kans dat hij onder je simkaartstatus staat. Dan druk ik op. En dan heb ik hier staan hoe sterk het signaal is. Hij staat nu op -73 en bij Android is het zo, hoe lager dit getal, dus de beter het ontvangst is. -73 is prima, is goed ontvangst, kan je goed mee bellen. Daar kan je filmpjes mee kijken, etcetera. Vond je deze video nou handig en wil je graag meer van dit zien? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op het kanaal van Handig. Geef ook even een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. Heb je nog verzoekjes, vraagjes? Zet het allemaal in de comments, want we behandelen ze, we lezen ze allemaal. En deel het ook zeker met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Dat is handig.